Zelf op Play 20 is dus niet bereikbaar, dus laat een berichtje achter bij Dark Player. Op eigen risico. Goedemiddag, daar ben ik dan eindelijk. Dark Player, terug met de nieuwe aflevering van Let's Play Modded Survival. Ik ben hier samen met een paar idioten, namelijk... met de taal, ik ben geen idioot trouwens. Oké, okay, jij bent papa. Ik word al bang. Help. En Team Maestro. Help en Team Maestro. Ik haat help. Maar wij moeten dus naar die Pride Lands toe. Hoi, Rafiki, wat ben je dan toch weer een aaphol? Oké, wat zal wel. Maakt helemaal niet uit. Dus Zelda Play 20 was lui vandaag, dus daarvoor moet ik dit weekend maar overnemen. Lui, wat is dat het is. Dus. Serieus? Ik moet toch even gedacht zeggen tegen Dark Player. Oh, Dark Player. Moet Dark Player alles editen nu trouwens? Ah, nee joh, editen dat is voor watjes. Dus dan mag die Zelda Player gewoon doen. Hé, maar jullie vliegen. Hoezo vliegen wij? Jullie vliegen in de lucht bij mij. Vlieg met me mee naar de regenboog, Rainbow. Ik denk alleen aan jou. Oké, we moeten dus een hele grote toren of iets vinden. Dan moet ik met mijn stokje opslaan. Waar is mijn stokje eigenlijk? dat klinkt wel... Kom op, Bus. Ik heb Zelda Play 20 laatst met een heel geheim project gezien. En daar heb ik dingen voorbij zien komen. Nou, dan denk ik ook bij mijn eigen van nou. Maar ik ben er nog niet. Waar ben je? Schiet je maar op. Ik kan niet in die telepad. Is dit hem? Nee. Nou, hier. Ik heb hem gevonden. Coördinaten zijn min 120 plus 40. Touwleg, we moeten eventjes op help wachten. Hey. Ik sloop je helemaal. Sukkel. Maar waarom kan ik dan ook niet door die telepad heen? Jij moet dan wel gewoon... Oh, nee, niet door die telepad. Je moet gewoon naar de Pride... Ik heb Lion. Oh mijn god, moet ik dat serieus gaan lopen? Moet je er echt serieus naartoe lopen? Touwleg, kom maar even hier. We knippen wel heel eventjes totdat klootviool er is. Klootviool. Tot zo. Stelletje oelewappers! En daar zijn we weer na 5,5 jaar. Jongen, wat duurde dat lang, zeg. Ja. Nou, laten we hier maar eens eindelijk naar binnen toe gaan. Okay. Wat is hier te vinden? Oeh, het is hier diep. Holy shit, nee! Do not attack, let me deal with this fool. Oh, die vind ik leuk. Wie zegt dat? Ik ben Zera. Doe dat pijn? Hallo, Zera. Hallo. Zeg het eens. Nee. Zeg het eens. Ja, dat was ik. Goed, hè? Je kijkt nogal evil, dat vind ik leuk. Ah ja, de sword of revenge on whoever vanquished him, but you look like a dangerous enemy. Oh, goed, hè. Perhaps... Hé, jongens, die leeuwen moet je nou laten leven. Oh. Ik doe helemaal niks. Sorry! Maybe someone was in your way, of course. Hungry, I was not... I knew you would accept my offer. You can start by giving me 5... Who? Khifu Light? Khifu Light. Ken je dat niet? En 2 silver ingots. Have you found any given? We gaan hem in de cave nippen. Oké, nou dan gaan we dat maar verzamelen, wat dat dan ook moet zijn. Ja, die rechtsbanden moet je vooruitkijken. Die kennen nog af en toe wel eens een keer aanvallen. Vinden ze leuk. Dus we moeten weer naar boven toe. Gezellig, gaan we weer. Zeg Alex, jij weet nogal veel. Wat is Khifu Light? Dat weet ik niet meer. Ik weet het wel. Oké. Nou, vertel het eens. Dat is een item in Modded Minecraft. Oké. Ik zal het toch eens even opzoeken dan. Dan kunnen de kijkers, die weten dat dan ook. Want anders staan de kijkers ook weer zo van... Ik heb een diamond pickaxe gevonden met een breaking 2. Oh, dat is een roodstenige oor. Wie sloeg mij? Wie? Jij durft, mannetje. Wie was dat? Wie was dat, mijn zoon? Hier, jij! Wie was dat? Die kreeg je terug. Oh, het is die maestro. Weet je wat nou het allerleukste is? Ik heb geen fall damage. Die is jammer. Zo.
Goed zo, goed zo, Dutch Game Nation. Je bent ik heb me voor de helft. je bent de perfecte minion. Wat heb ik jullie ooit aangedaan? Alles en daar een heleboel van. Oké, dus we moeten hier gaan minen. Hier overal? Nou, we moeten op zoek naar een roodkleurige steen. Oké. Hey, wacht eens even. Nou, wordt minen. Ik zie hier een cave. Dit ziet er roodkleurig uit. Oh. Een mentis. Nou, dan gaan we even kijken. Een mentis? Dat weet ik veel. Corrupt redstone. Veel lava hier. Mag ik daar misschien Team Maestro in houden? Ja. Nou, wat heb ik hier misstaan? Jij hebt me van een cliff proberen te duwen. Een roodkleurig steen. Ja, ik heb wel Pridestone, maar dat is geen... Nee, dat is... Ja. Soort van klei. Het is een soort Iron Ignite, maar dan rood. Oké. En dat spant gewoon niet onder de grond of zo? Ja, dat spant onder de grond. Dus ik ben een cave aan het zoeken, anders gaan we gewoon stripminen. Hebben we niet zo'n miners dream bij ons? Of heeft niemand die nog? Dan. Joh, we hebben er maar 5 nodig, dan ga je toch geen miners dream aan verspillen? Jawel. Nee, grap. Ik heb alleen toortjes niet nodig. Ah, dat is ja, ik heb redstone toortjes en daar lukte het ook niet echt mee. Nou, het is hier nogal donker. Heeft er nou niemand een beetje toortjes bij zich? Nee, maar ik heb wel... Ik heb misschien wel wat... Ah, ik heb wel toortjes. Laat mij maar. Dankjewel, meneer. Ik denk dat 40 wel genoeg is. Oh. 40. Oh. Huh? Oh. Oh. Nou, je hakt hier doorheen alsof dat een boter is. Ik heb hier wel groene zooi. Ik weet niet wat die groene zooi is. Nou. Ik zal het maar meenemen. Wow. Wat zijn dat voor dingen? Je oma. Ik zie niks. Oh, ik wou eigenlijk zeggen spiegels, maar... Zelfde play 20, mag ik hier heel even kreken? Dank je. Oké. Eens even kijken. Perfect onder jou. Oké, even hier wat licht. Dan zien we tenminste waar we doen. Dan zie ik tenminste wie ik uitscheld. Inderdaad. Ik zie ook echt alleen maar dat rode... Wow! Corrupt Brightstone. Ah, kutbeesten. Hey, hallo! Goedendag! Ah! Nou, dan moet hier dus van de rode kool liggen. Rode kool. Oeps, rode kool. Ik krijg wat van die Xella. Je krijgt Xella. Oh, dat is de cave die jij gegraven hebt. Ik weet nog niet eens hoe diep dat spul ligt. Stop nou eens met die termieten wakker te maken! Dat weet ik niet. Nee! Wat heb je gedaan? Ik ben gewoon naar beneden aan het graven, is daar iets mis? Nee, niets, iets anders. Oké, dus in dat rare gesteente, daar zitten die tertieten. Tertieten? Oh, sorry, woordfoutje. Moet dat nou gecensureerd worden? Nee hoor. Wat zit er Jammer. Maar goed, dus we weten allemaal niet op welke hoogte we zitten, dus we zitten eigenlijk maar een beetje... Ik zit op 27. Ik zit op, 49. Ik vind het onzin. Nee, oorzin. Bedankt. Geef mij ook eens wat toortjes. Dank je. Volgens mij zijn ze best rare. Hey, hebben jullie die groene? Zeg Alex, jij was toch o zo pro in deze dimensie? Ik heb hem al lang gehaald, maar... En, waar zijn jullie? Dus waar hou je die rode crap? Ik heb ze hier gevonden, ik weet niet meer. Was het wel in deze wereld? Ik ga even in de andere wereld kijken, oké? Het is in ieder geval rood gesteente. Ja, dat weet ik. Ja, weet ik veel. Als je zo dom bent als dat je eruit ziet. Oh. Ik zie er helaas niet dom uit. Nou... Daar sta je in de minpunt. Oh, ik zit al op 9. Dat is wel heel diep. Pap, we moeten niet dieper gaan. Pap! Niet doen. Gaffer. We moeten niet dieper gaan. Nee, we zitten al zo diep. Oh, hoi.
Ik weet niet of het dieper kan. Oh. Oh. Ja, je gaat precies voor mij, ga je... Ga je mij? Ik ga Dutch Gaming Nation helpen. Oh, troep! Al die vieze... kwaai dingen. Ik vind het wel een mooie steen hoor. Nee, maakt niet uit. Even kijken. Nee! Zo. Ik doe... dat zijn weer termieten blokken. Zo. Ja, doe maar. Nou, weet je wat? Anders knippen we wel heel eventjes tot het punt dat we iets gevonden hebben. Ja, lijkt me wel een goed idee. Serieus jongens, ik had echt helemaal nergens meer over. Nee. Hé, hey, ik heb het gevonden! Huh? Echt? Ja! Oh. Serieus? Ja. Nice! Alleen, we hebben een smeltree nodig. Een smeltree. Even mijn beeld gewoon een beetje krakend goed zetten. Krakend goed. Vandaag overal te krijgen. Jongen. Make it happen! Vervulde krakelingen. Krakend goed. Oeh, krakelingen ook lekker. Kijk. Krakelingen zijn inderdaad lekker. Is heel mooi. Even kijken. Wat is jullie favoriete koekje? Zie, wat zei je? Boterkoekje. Over koekjes gesproken! Ja! Nou ja, dat doet me eigenlijk denken aan... Zelda Play die had me één verzoek gevraagd of ik één ding eventjes nog door wil geven aan de kijkers. Namelijk, zondag 12 oktober is een of andere suffe meet met Zelda Play 20, de Towler. Waarschijnlijk ook Dutch Gaming Nation op First Look. Op First Look? En wat is First Look? First Look, dat is een of andere gamebeurs iets of zo. Weet ik veel, ik heb er geen idee van. Jullie weten het toch wel? Ja, First Look, dat is een gamebeurs. En natuurlijk techbeurs tegelijk. Want je hebt tegenwoordig ook heel veel computer. Je hebt er webshops staan. Je hebt er alles wat over games en merchandise en zo heb je er. Ja, en ik ben er natuurlijk ook. Ja, ik moet nog even kijken of ik ga. Maar inderdaad... Ja, klopt. Het weekend van 11 en 12 oktober. Allebei de dagen kan je trouwens gaan als je wil. Ja, ik ben er, niet bij. Zelfde Play 20 die is er beide dagen, zover ik weet. Alleen een zaterdag dan heeft hij heel erg veel opnames wat betreft voor YouTube of iets, weet ik veel. Maar ik zou zondag gaan. Want dan zijn we er allemaal, toch? Ja, daarom. En zondag dan zal hij ook waarschijnlijk meer tijd hebben voor de kijkers ook. Dus het is een luiwammes, hè? Dat weten jullie. Maar goed, dus zaterdag, zondag 11, 12 oktober in het jaarbeurs in Utrecht. Ik geloof dat er nog kaarten zijn. Je kan kaart kopen via firstlookevent.nl. Ja, zelfde player, pleur een link in de beschrijving. Ja, de luiwammes, hè. En doet er gelijk een hoi bij. Nee. Zelfs ik word een beetje die grapbeutje. Heeft er nou iemand een furnace? Nee, want ik heb geen steen mee. Ik heb een beetje honger, maar ik probeer deze cactus te eten. Ik maak er wel een. Wacht, lukt dat trouwens met die stenen? Die corrupte stenen? Oh, dat lukt. Nee, laat mij. Hier, alsjeblieft. Oh, nou dan niet, joh. Dan niet. Nee. We smelten wat oor, want we hebben niks te doen. Ik heb Mario 3 nu hier echt nu in mijn kop. Towner, neem over. Papa, jij speelt dat veel. Papa. Trouwens, ze zien er wel apart uit, zegt die Ingo. Wil je die troep niet naar mij gooien? Jij stomme vinger! Ik deed niks. Oh, nee. Helemaal niks. Nou, oké, vooruit. Dan krijg je van mij wel een... Hier, neem wat te eten. Nee, niet jij. Blaze, geef het! Ik heb niks! Nee, ik zal je even healen. Jee. Wow, dat ging weer wat stuk. Een termiet waarschijnlijk. Wie heeft al die troep naar mij gegooid dan? Alles! Of wat Towler! Mijn kat! Het is de creations! De echte! Waarom al die troep hier? Wow. Oké, nou ik heb die Ignits en ik heb ook nog die twee zilveren, want ik heb er nog eentje gekregen van papa, dus dat zal het wel goed zijn. Oh, kom op. Nou, Snol, waar ben je? Snol, ik heb je zooi. Excellent. I opened up a lower cavern in this mount. There is a pool of outwater. Throw it. Oh, oké. Zo, wat is dit? Waar is Xella Creation? Ik heb een verrassing voor hem. Moet ik het nou hierin gooien? Oh, dat is een interessant geluid. Ga je dood als je hierin springt? Nou, probeer het. Dit doet niks doen.
probeer het uit, zou ik zeggen. Jongens. Meisje, wat is er? Wat, ik moest het daar toch ingooien? Ik heb per ongeluk nog een tijdje disabled. Hoe zet ik die weer aan? Natuurlijk, je moet alles erin gooien. Ja, dat heb ik gedaan. Oh, wacht, je moet het als een stack erin gooien natuurlijk. Wow, wat is dit? Hier. Dan gooi je alles er gewoon in. Nee, wacht nou even. Ik krijg het terug van die. Alleen het springt hier alle kanten op. Ja, daarom moet je alles tegelijk in gooien. Er komt alles komt tegelijk uit. Ja, wacht even. Ik heb nou mijn dinges terug, dus... Oké, nou. Alles tegelijk erin gooien. Zo. En zo. Ja, er zit ook nog eten doorheen gegooid. Daarom zou ik het waarschijnlijk niet doen. Oh. Oeh, ik heb een helm. En wat voor helm? Kom hier eruit. Wat ben jij aan het doen? Zwemmen. Het ziet er echt raar uit. Auw! Oké, sorry. Nou, ik ga terug naar die snol. We hebben die rare helm. Sorry. Waar is hij? Oh, daar ben je. Snol en nou. Ja, dat hebben we gedaan. Ja, dat hebben we gedaan. Je moet die helm laten zien. Oh ja, ik had hem al opgedaan. Oh, wow. Ik mag hem nog niet eens... Oh, nou heb ik hem automatisch geëquipt. De Outlandish helm. Oké, nou, die beesten vallen mij nou niet meer aan. Mooi. Wayford feathers. Ik ga way... Get a blue, yellow and red feathers from Zazus. En black feathers from Vultures. Nou, black feathers die heb ik al. Ik heb er al 11. Ik heb al 2 blauwe. En dan moeten we dus nog 3 van alle kleuren. Dus we moeten op Zazu-jacht in een andere dimensie. Ik heb een gele. Ja, we moeten de 3 van elk hebben. God, een klote quest. Hadden ze niks beters kunnen bedenken of zo? Serieus, als er iemand slecht is en andere opdrachten mag geven, dan ben ik het wel. Dus jongens, ik ga gewoon lui achterover hangen en jullie gaan het maar opzoeken. Nee, ik help wel mee met zijn zoes killen. Ik bedoel, je mag iets killen, dat vind ik leuk. You don't say. Oh, Vultures hoefden we niet meer? Nee. Nee, daar hebben we er al genoeg van. Waar is die portal? Oh, daar. That's Gaming Nation. That's Gaming Nation. Dus... Yeah. Gaming Nation. Dus Wacht, is die... Oh, die Patty is vlammend. Oh, en trouwens, Touwler. Touwler, ja, we hebben nog iets te laten zien dadelijk. Hé, jullie zouden mij niet aanvallen omdat ik die pet op heb. Stel het je Chlorio's. Stel het je Sodamita toch een end op. Ik maak jullie helemaal kapot. Was dat alles? Mooi. Ik denk het wel. Goed. En here we go! Wij hebben namelijk een nieuwe sprite. Of nieuwe skin, of hoe dat het ook heet. Sprite? Oh ja! Geen Fanta of Coca-Cola, Cassis. Dus laten we het maar eventjes laten zien aan de kijkertjes. Waar ben je? Ja, hier. Ja, Hier. Even je... Huh? Zitten jullie in de boom? Ja, wij zitten natuurlijk in de boom! Huh? Je mag voor mij de boom in. Huh? Nou, wij dus. Mr. Towler, doe heel eventjes je chestplate af. Oh ja, ik zie jou niet, maar dat doe ik even. Mag ik hier staan? Ja, er staat alleen een bot op je rug, dus even je eerste slot eventjes ook vrij. Juist. Ah, het zit zelfs op je armen. Wat? Oh ja, natuurlijk, dit is Minecraft 1.6.4 en onze skin is gebaseerd op 1.8. Oh, ja, ik zie het. Want ik heb het namelijk daar ook. Nee, ik heb hem eens aangepast. Oh, heb jij hem aangepast? Ja, een heel klein beetje. Waarom? Oh, nou. Wacht. Nou, eventjes die ook uit. Oh. Kijk. Oh, nou heb ik hem daar. Ha. Ja, ik vind hem heel vet. Ja. Ja, hij klopt niet helemaal in verhouding, of wel? Jawel, hij klopt wel. Jawel, hij klopt wel. Zo, je begint steeds meer... Nou, alhoewel, als ik zo kijk, is die van de Towler is kleiner. Want tenminste, hij lijkt bij mij kleiner. Ja, dat klopt. Hij heeft hem aangepast, die sukkel. Oh. Nee, hij is wat... Die van jou maar is kleiner. Gooi die troep nou eens niet de hele tijd tegen mij aan. Alex, joh. Of ik ga jullie dadelijk een opladerij verkopen. Oké, genoeg met die F5 bullshit. We gaan ze zo skillen. Ja, ik heb geen fall damage! Ik heb wel fall damage, maar YOLO, ik ga naar beneden. Oh, nee, dat ga ik niet proberen. Maar ik overleef het altijd. Ik kan niet meer rennen! Hyenas! Hey, ik zie een Zazuzu.
Hoe enable je de YOLO water polo! Ja, en bij jou heeft het je leven gekost. Hij is echt serieus nog de enigste die doodgaat in deze let's play. Mag ik even wat vragen? Ja, iemand moet het doen. Hoe activeer je Femkite ook alweer? Want ik kan niet meer snel rennen. Rechtermuisknop. Als je hem in je hand hebt. Ja, maar die heb ik niet. Oh, hè? Huh? Nee, die heb ik niet meer. Hij stopt met werken. Nou ja, dan hebben jullie het meeste wat met elkaar gedaan. Weet je wat ik relock wapen? Nee. Jawel, ik mag toch even relock? Nou, zijn zo drop is die klote veren. Ah. Ik krijg nog niet eens een loot van die klote beesten. Ja, ik heb 3 blue feathers. Oh, ik had er al 2. Nou, dat zijn er 5. Hoeveel moesten we? We moeten er 3 van elke kleur. Je hebt rood, blauw en geel. Dus blauw hoeven we al niet meer. Ik heb 8. Hoeveel gele hebben jullie? Ik heb 2 gele. En ik heb 1 gele. Oh, dus de geel is ook compleet. En hoeveel rode je? Ik zie 3. Ik heb 1 rode. Dus er nog 2. Ik heb een gouden. Ja, dat is geel. Die geel, die hebben we al. Ik heb nou ook een gele erbij. Nog maar 1 rode. Sorry. Nou, daar gaat het op zich wel een beetje snel. Ik zal er eventjes een lamp aan doen, want het wordt hier nogal duister. Ja, we zijn klaar. Ik heb een kerel. Ik heb ook een rode. Ja, we zijn klaar. Oké, nou, geef die zooi maar aan mij, dan ga ik wel naar die snol. Ja, ook 7 zwarte, toch? Nee, die zwarte die heb ik al. Je hebt 3 zwarte nodig. De paarse? Waar ben je? Ik ben alweer hier in de woestijn gebeuren. Met een klote hyena en een krokodil. Kom eraan. Krokodil. Nee, blauwe heb ik al. Pak alles. Woef. Pak alles. Doei. Stom rot. Ik ken dat niet zo als Zelda player zo. Yay. Doei. Goed hè, doe ik hem. Nee. Ach, eens een copycat, altijd een copycat. Tja, zie nou ook eens een keer wat zelf, oké, geen verzinnen. Nou, iedereen weet mijn intro toch? Ja, dat is inderdaad wel iets leuks verzonnen. Ja. Dankjewel! En dat van een duister persoon, dat is zoveel meer waard of zo, ik veel. Ik haat dat om goede dingen te zeggen. Nee. Zeker om opdrachten te nemen van een of andere snol. Tja. Ze had wel een gemeen gezicht. Ja, nou en? Dan hoor ik haar bevelen te geven. Echt? Ja! Wie zit er op de telepad? Ik. Wie staat nou op die telepad, jongeman? Wie staat hier op de telepad? Hi, muzikaal! La la la! La la la! Let it go! Let it go! Nee. Ik zie jullie! Do you wanna build a snowman? Nee. No, I don't. Nee, niet echt. Nee, want dat hebben we al in een andere aflevering gedaan. If you know what I mean. Oh, charcoal. And... Alleen dat werkte niet zo goed. Hallo Simba, waardeloos beest. Hoe noem je Simba? Waardeloos beest. Alleen één ding herinner ik me nog. Simba, die wil je niet hier laten staan. Oh, je hebt Simba gemold! Waarom doe je dat? Je kan hem altijd weer oproepen met... Sorry! Hoe deed je dat nou? Je kan altijd weer de spullen die je nodig hebt aan je vriendje geven. Ik blijf al zelfmoord! Ja, ook al heb je geen fall damage. Nee! Moordenaar! Met 1 oog. Hé, ik ben geen spellingkampioen, oké? Okay? Nee, dat zie ik. Wat doe ik dan? Wow! Wie heeft er hier bij die poort naar beneden gegraven? Wie heeft dat gedaan? Wat? Oh, dat zou Alex nog zijn als ik zoiets zou lachen hoor. Nee! Dat zal mij echt niks verbazen. Ik weet dat ik je spijt van krijg, maar ik ga op het portaal en ik word aangevallen. Ah, nee! Oei. Dat klinkt natuurlijk niet heel erg goed. Ik word echt moe van jullie soms. Wow!
Wie slaat mij nou weer? Ik niet. Ik heb zelf nog bijna een half hartje omdat ik honger heb namelijk. Daarom. Ik heb ook honger. Ik niet. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik weet... Je wordt aangevallen door een dier. Ja, oh wacht, ik heb nog wel wat van die stenen, dan maak ik die... maak ik het gat wel even. We moeten daarheen. Oh wacht eventjes, ik heb een ultimate bow, ik heal jou wel eventjes. Oh, dat kan ook. Dus jij hebt voedselproblemen? Ja, jammer genoeg wel. Was beter dan... Voedsel achter je! Oh, dankjewel. Zo, dankjewel. Nou, laten we maar naar die snol toe gaan en daarna gaan we naar de comment van de dag. Verkeerde berg. Hé, wat? Comment van de day! Oh, ga ik weer de verkeerde kant op? Yep. Volg mij. Nee. Ja, ik zie hem al, ik ben er al. Ja, nou en? Kopololi gaat vieren. Je gaat de verkeerde kant op. Alweer? Hoe kan ik dan twee keer de verkeerde kant op gaan? Bij een iemand die er twee keer de verkeerde kant op gaat. Dat is echt... Een ezel stoot zich in het gemeen niet... Ik bedoel... Papa, hou je mel! Ho, ho, ho. Taalgebruik. Oké, papa wil je alsjeblieft je mel houden. Dat is niet eens een vraag. Waar is die stomme stinkingang? Ergens. Hallo, ik ben de ingang. Ik stink. Ja, het is ja, te ruiken. Hey, wie heeft de ingang geblokkeerd? Alex. Alex, als jij de hele tijd kan lopen trollen, dan is het einde aflevering voor jou, hoor. Dan, dan, dan. Nou goed, ik heb in ieder geval een deur eruit, erin. Eruit, erin, eruit, erin. Hier. Oké, okay, herinner me als die portal daar was, dan had je daar een hele grote mierenhoop en daar moesten we wezen ofzo. Auw. Ik kan thuis wel even wat opener maken. Opener. Oh, Blaze. Oh, ja, tuurlijk, alweer dood. Verrassend! Ik weet dat Mega Man aangekondigd is voor de nieuwe Smash, maar serieus, moet je er dan geluidje zo vaak hebben? Ja. Oeps. Als Nonne nou is dood, gaat het niet alleen telkens hetzelfde. Al die troep hier! Ja, ik weet het, ik Jij! Wat ik? Oké, nou, we hebben die troep, waar is die snol? Zera! Wat motten? Je moet ze in de fontein gooien. Oh, moeten we ook al in het fonteintje gooien. Ze heeft ook al een harde stem. Ik ben in die andere dimensie en ze hoorde nog steeds. Alles, hè, gelijk. Jongen. Ja! Oh, niet mij. Oké, okay, ja, rood, blauw, geel en zwart. Ik zou aan de kant gaan, de tuin. Je hebt het toch? Ja, ik heb er nou 5. Ja, dat is wat je nodig had. En die moeten we aan die snol geven. Ja. Zera, snollebakkers. Hé, hey, snollebakkers, dat doet mij denken aan de snotjong van de Windweker. Ah, nee, gadverdamme. Die heeft nog steeds geen zakdoekje. Nog steeds niet. Nou, hier heb je je klote dingen. Ja, nou, en nou? Hey, je hebt het beter gedaan dan die verwacht had, toch? Wow. Oeps. Denk dat? Volgens mij zijn zij naar... Bye, have a great time! Volgens mij zijn ze naar weet ik voor wat is gegaan. Naar de andere dimensie. Oké, dan gaan we weer terug. Nou, ik moet sowieso naar de comment van de dag. Oh. Comment of the day! Ik bedoel, we hebben toch weer veel voor elkaar gekregen. We hebben een paar search quests gedaan. En ik hoop dat er nou niet nog meer search quests gaan komen. Nou, hier hebben we lava, jongens. Alsjeblieft, dump je rotzooi in de lava. Ja, dat is... Okay. Maar ga elkaar nou niet lopen mappen, want anders word ik boos. Er zijn Oh, Zera's bij die boom. Wij gaan alweer terug naar de portal. De comment van de dag komt eraan trouwens. Ja. Opletten. Ja, doe het nu. Oké, dan ga ik naar het Wall of Fame. Nou, hoezo? Daar hoef jij niet bij te staan. Het is alleen maar dat ik er heel eventjes een seconde sta. Dan gaan we weer terug hier naartoe.
Dus? Ik wil er ook bij. Mag dat niet? Nee! Welke kant moeten we op? Naar de portal, we moeten terug. Ja. Oh, daar is de portal. Portal. Portal, I believe I can fly. Nee. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Wat? Believe I can fly. Gek, hè? Oh, daar staan die maloten hier! Hey! Wow! Comment wall! Welcome to the comment wall! The wall of awesome comments! Oké dan. Je zei net awesome, dat hoort niet bij jou. Hoezo, het is de wall of awesome comments! En ik ben awesome! Dat is een mening. Oké. Is het makkelijk. Nou jongens, even allemaal even je kop houden. Dan ga ik eventjes naar de comment van de dag. De comment van de dag. Blaze Shadow opdonderen. Is dat de comment van de dag? Was het maar waar. Ik word helemaal gek van die netter. Oké, Shady. Shady. Robijn. Robijn. En ze had, hij had, zij had geschreven. De video is maar in 360p. Oké. Dat is heel random. Waarom upload... Shady, luister. Waarom upload Zelda Play 20 dan in 360p? Ik upload altijd alles in HD. Nee, dat was alleen maar in die vorige aflevering. Daar gaan we dit keer niet aan beginnen. HD. Toch wel, hè. Sorry. Maar goed, Shady, luister. Als er een video geüpload wordt, dan heb je dus het probleem dat in het begin wordt het videootje nog steeds verwerkt, ondanks dat hij al live staat. En dan heb je een lagere kwaliteit. Dus wat je dan moet doen, is gewoon een half uurtje nog even wachten, geduld hebben, en dan automatisch is hij in 1000. Ja, 1080. Je weet wel. In. Jongens, bedankt jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wil je ook op deze wall komen? Laat een reactie achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En met dat zeg ik tegen jullie bedankt voor het kijken. Ik was hier samen met Ettertje. Yay! Met ander Ettertje. Hoi! Met papa. Ja, met mij hetzelfde. Ja. En natuurlijk met de grootste Etter. Ik zie het. Zelfde creations! Bedankt jullie voor het kijken en we zien jullie morgen weer bij een nieuwe aflevering. Daag! En ik nog extra stinkrode mieren! Ik sla jullie!